Fijn dat je kijkt. Dit is dus de webinar Content Strategie voor jouw bedrijf. Vandaag probeer ik zoveel mogelijk inspiratie te brengen, ideeën te geven en wat insights te geven eigenlijk van hoe dat werkt met Content Strategie en waar je mee rekening kan houden, zodat jij nog effectiever jouw klanten kan bereiken, maar ook een betere concurrentiepositie kan verbeteren. Ik laat maar meteen gaan beginnen, maar voordat ik begin nog één ding. Bij het maken van deze presentatie wist ik natuurlijk niet wie jij bent. Dat weet ik eigenlijk nog steeds niet. Dus ik heb geprobeerd zoveel mogelijk mensen te kunnen bereiken met deze presentatie. Dat betekent ook dat de inhoud is eigenlijk afgestemd een beetje op middenkennisniveau, wil ik even zeggen. Dat betekent van, heb je zoiets van, dit gaat te snel voor mij? Dit vind ik niet prettig om te kijken, want het gaat echt te snel. Stuur me dan een bericht en dan kunnen we altijd nog één op één kijken inderdaad van of ik jou nog wat extra tips kan geven. Via WhatsApp of misschien wel via de telefoon. En heb je zoiets van, nou, dit gaat veel te langzaam voor mij. Ik heb een specifieke vraag en daar wil ik echt op inzoomen. Ook dan stuur me een bericht en dan zal ik daar zeker aandacht aan geven. Heb je naar aanleiding van de presentaties überhaupt algemene comments of vragen, stuur me dat ook. En inhoudelijke vragen die zal ik proberen na de presentatie te beantwoorden, zodat iedereen toch een antwoord krijgt op datgene wat hij zoekt. Nou, dan gaan we beginnen. Eerst even kort over mezelf. Wie ben ik eigenlijk? Nou ja, mijn naam is Sven Ooyensen. Ik zit een hele tijd in het marketingvak. En meestal heb ik dat gedaan voor andere bedrijven, van verzekeraars tot entertainment business, tot in de fashion. Maar een aantal jaren doe ik het nu ook al voor mezelf, via mijn eigen bedrijf. En via mijn eigen bedrijf probeer ik eigenlijk alleen maar waarde toe te voegen voor mijn klantgroep in door dat werk hun te helpen. Hun eigen voice te vinden, maar ook hun eigen verhaallijnen te vinden, zodat zij een goede strategie kunnen neerzetten om hun eigen doelen of klanten te behalen en te bereiken. Je ziet ook een logotje van een podcastserie. Ja, luister daar ook een keer naar. Het is op Spotify te vinden, maar ook op SoundCloud en andere podcaststations. En daar gaat het vooral altijd om de onzin van het leven. En dat is natuurlijk ook fijn binnen marketing, dat je niet alleen maar serieuze onderwerpen hebt, maar dat er ook soms gezocht wordt naar inspiratie. Nou, die kan je daar mogelijk gaan vinden. Laten we beginnen. Shop Marketing Solutions, ja, mijn bedrijf inderdaad. Wij hebben een hele eenvoudige werkwijze. Je hebt een probleem op marketinggebied. Dat kan zijn je branding, bereik voor klanten, fans creëren, retentie bepalen of hele andere zaken. Of performance verbeteren van je marketingteam. Elke keer speciaal voor jou gaan we kijken inderdaad van wat is het probleem. Dat doen we via een eenmalige sessie. En vervolgens gaan we een team samenstellen dat op maat voor jou helpt om de oplossing te vinden. Dat betekent ook dat we nooit te veel bieden, maar altijd datgene wat je echt nodig hebt. Dat noem ik dan efficiëntie. En het mooiste is ook door de wisselende teams dat er constant een nieuwe vernieuwing is in kennis. En een nieuwe vernieuwing ook is in zienswijze van hoe je dingen kan doen. We doen de strategie, concept voor campagnes en performance coaching. Dus heb je daar vragen over, kun je me altijd bereiken. Nou, dat spreekt voor zich. Maar waarom überhaupt branding? Daar begint het allemaal mee. Als je het hebt over het vertellen van je boodschap, dan is er ook de eerste vraag van wie ben je dan, hoe zie je eruit, wat is het? En je ziet het hier van, als je alleen maar zegt van wat je bent, dan ben je er vaak nog net niet. Dan wordt het toch heel erg troebel. En dat wordt nog duidelijker bij het volgende voorbeeld. Want als je kijkt naar een vliegtuig en daar staat geen enkele branding bij, ja, dan kan dat heel erg mooi zijn, heel erg chic, heel erg elegant of heel iets anders. Je weet het gewoon niet. Terwijl als je hiernaar kijkt, dan heb je in ieder geval een bepaald idee, verwachtingspatroon of emotie erbij. En die emotie en de verwachtingspatroon, dat kan je helpen om een keuze te maken voor een vlucht, in dit geval met de KLM. Dat betekent ook meteen, dat probeer ik alleen maar duidelijk te maken hiermee, dat een merk alleen maar bestaat in jouw hoofd, in het hoofd van jouw klanten. Als jij denkt dat jij de markt kan vertellen wie jij bent, dan heb je maar voor de helft gelijk, want de andere helft is namelijk de ontvanger. En de ontvanger die bepaalt zelf wel wat hij vindt wie jij bent. Dat kan toch wel licht anders zijn dan wat jij zelf van tevoren had verwacht. Want mensen zijn toch dieren. We werken op basis van emoties, hoop, verwachtingen en ook functionaliteit.
Als je kijkt naar inkoopbureaus, die proberen er alles aan om zoveel mogelijk emoties uit het hele verkoop- en inkoopproces te halen. Waardoor je vooral richt op functionaliteit. Maar de realiteit is dan toch vaak, ongeacht of je een inkoopbureau bent of een consument of een bedrijf waar je zaken mee doet, van ja, het werkt allemaal toch op emoties. Want stel, ik sta bij de kassa en ik zie toch die Snickers in dit geval. Alsjeblieft, Snickers liggen, dan denk je toch van ja, lekker, euro, ik koop hem en mijn honger is weg. En de emotie erbij was van oh, lekker, heb ik even zin in. En mezelf verwennen, een tractatie. En ik denk er niet over na, wat is de voedingswaarde? Zou het wel goed zijn om dat nu te doen? Hé, hey Sven, let eens even op, want je loopt al 3 keer in de week hard om een paar kilo's kwijt te raken. Van misschien is dit niet het beste moment om nu toch weer die Snickers te kopen. Ja, dat kan ik wel bewust weten dat die misschien wat minder goed voor mij is. Maar ik koop toch op emoties en op de verwachting, in dit geval de smaaksensatie. En dat doen we dus allemaal. Is al lang en breed onderzocht, dus het is geen geheim meer dat dus emotie een erg belangrijke factor is bij al je aankoopbeslissingen. Dat betekent ook van je hebt A-merken en B-merken. En waarom ga je dan zoveel geld en aandacht besteden aan dat A-merk? B-merk is ook prima. Nou, je ziet dat A-merken over het algemeen gewoon meer winst maken. Ze hebben een hogere marge. Ze hebben ook iets meer marketingkosten uiteraard, maar ze hebben toch nog meer winst en een hogere marge dan B-merken. En dat gebeurt ook omdat ze meer reputatie kunnen opbouwen. Je hebt een bepaald verwachtingspatroon, je kijkt op een bepaalde manier daarna. En klanten doen dat natuurlijk ook. Die praten erover, die vertellen, die mond-tot-mond reclame doen ze over jouw product. Het was lekker, het was goed of niet. Maar ook reputatie in de zin van, als kind heb ik altijd in dit geval pindakaas gegeten. Mijn kinderen die gaan dat ook. En ik vind het leuk om te zien dat zij ook pindakaas eten. Want dat heb ik ook gedaan als kind. En de reputatie is inderdaad van, ja, het gaat echt je generaties je hele leven lang mee. En het wordt zelfs doorgegeven. Dus, maar het is ook betrouwbaar. Het is één keer hetzelfde. Je weet, je draait open die dop en je gaat met een mes de smurrie eruit halen. Dan weet je toch elke keer weer van wat het is en hoe het smaakt en wat je kan verwachten, wat de structuur is. Maakt het wel lastig, want zij zijn niet de enige die dat hebben bedacht. Hè? Of jij bent niet de enige die dat heeft bedacht. Kijk maar naar al die verschillende brands en merken die er zijn. Hier is maar een heel klein gedeelte natuurlijk te zien. Het is een wirwar geworden. En als je kijkt naar reclameuitingen, ga maar op straat kijken of kijk online, dat is voor mij eigenlijk hetzelfde, ook op straat, van wat je allemaal tegenkomt, hoeveel reclameuitingen jij te zien krijgt, hoeveel boodschappen jij mee geconfronteerd wordt de hele dag. En hoeveel merken waar je mee geconfronteerd wordt de hele dag. Dan zul je merken dat het best lastig is om nog gezien te worden. Want iedereen is leuk, dus waarom moet ik naar jou kijken? Dus het gevecht om de aandacht voor de klant is nog nooit, denk ik, zo groot geweest als nu. Enorm. Des te belangrijker is het om een stap terug te doen. Want als ik nu bij klanten kom en met hun in gesprek ga over hun merk, hun brand, en zij willen dat graag onder de aandacht brengen bij klanten. En bij nieuwe leads genereren bijvoorbeeld. Dan is mijn eerste vraag eigenlijk altijd van, ja, maar wie ben je dan? En wat is je missie? Want daar begint het allemaal. Het is echt de hart. Van wat makes you tick? Hè? Wat is er van binnen waarom je doet wat je doet als merk? Misschien is dat het verhaal van de founders wat je dan even erbij moet halen. Dus, hè? Van de oprichters van het bedrijf. Of van de nieuwe directeuren die erbij zijn gekomen. Van waarom doen zij dit? En al die medewerkers, waarom zetten ze zich elke dag in voor jouw bedrijf? Wat kunnen jullie met z'n allen bereiken? Daar zit een hele belangrijke boodschap in die jou waarschijnlijk misschien net iets anders kan maken dan je directe concurrent. Waar je dus zaken uit kunt halen die je kunt gebruiken voor je contentstrategie. Want je kan niet zomaar het jasje van iemand anders aantrekken. Je wordt niet zomaar een zebra. Je moet echt daarover na blijven denken van, ja, past dit bij mij wat ik doe? Ja, we hebben genoeg voorbeelden gezien. Zeker als je kijkt naar in de entertainment business bijvoorbeeld, maar ook bij grote brands. Van dat ze toch proberen zich voor te doen als iets of iemand anders. En dan kijk je toch een beetje heel snel doorheen als consument, als koper in dit geval. Als de doorsnee commerciële
financiële dienstverlener, ik heb geen bedrijfstak of zover dat noemen, van ineens aangeeft dat hij enorm sociaal bewogen is en enorm het beste met je wil en jouw gezondheid heel centraal wil stellen, dan ga je toch even kijken van, ja, maar waarom? Wat is de achterliggende gedachte daarover? Het komt niet helemaal echt over. En dat kan dus een tegengesteld effect hebben. Dus trek echt alleen het jasje aan wat bij je past en dat is gewoon wie je bent. Jung, dat is een psycholoog, die heeft dat ooit vastgesteld in 12 verschillende archetypen. Die zegt van, mensen zijn eigenlijk 12 verschillende types. En dat zien we bijvoorbeeld als we nu naar een film kijken met z'n allen, dan zien we dat ook. De held in de film berust eigenlijk altijd op een van de 12 typen van Jung. Het kan de outlaw zijn, hè, van die de rouwdouw, die het avontuur intrekt in de verre wereld en zich niets aantrekt van wet en regelgeving en gewoon zijn ding doet. Maar het kan ook de common man zijn, hè, de gewone man, die gewoon in een rare situatie terechtkomt en zich met zijn eenvoudige zienswijze over het leven moet gaan redden en met de mogelijkheden die hij heeft. Niet iedereen is Superman, niet iedereen is een whizkid en niet iedereen is een topatleet en niet iedereen is de mooiste of de grootste of de dikste of de lelijkste, weet ik veel, wat nodig is om de klus te doen. Dus daar berusten de archetype modellen voor op. En die passen ook op bedrijven. Want ook als bedrijf kun je zien dat je misschien meer een caretaker bent, iemand die zorgt voor anderen. Of iemand die juist inderdaad de ruler is en vanuit de topmaakpositie orde wil scheppen over dat domein waar diegene over gaat. Of de challenger, de outlaw, inderdaad, van die inderdaad een hele markt wil opschudden met zijn product of dienst en wil laten zien wie jij bent en wat je kan. Of de lover die vanuit betrokkenheid, liefde voor de ander inderdaad het juiste wil doen en de ander inderdaad ruimte wil geven om gebruik te maken van zijn product en zichzelf te verbeteren. En naast de archetypes is het vaak nog duidelijker als je het koppelt aan, ja, ik noem het de Color Emotion Guide. Als je hem daaraan koppelt, dan zie je dat merken er eigenlijk vrij goed in passen. Dat ongeacht of je een Coca-Cola en een Hubo, een Fanta of een Tesla bent, dat je altijd een basisemotie of meerdere basisemoties bij klanten teweeg brengt. En dat is goed om je te realiseren, want van daaruit kun je daadwerkelijk dingen doen. Van daaruit kun je een verhaallijn opbouwen die past in jouw contentstrategie. Want daar gaat het uiteindelijk om. Dat je de juiste verhalen probeert te vinden die bij jouw bedrijf passen. En die zitten vaak in founding stories, in de dagelijkse klantcontacten, in wat mensen met jouw product of dienst hebben beleefd, in de ambities die je hebt om de wereld te verbeteren of iets te bewerkstelligen in de markt. Of de manier waarop je het doet, daar zit vaak de kern van wat je doet. En de kern van de verhaallijn die je kan brengen. En dan is het zelfs mogelijk om hele nieuwe terreinen op te gaan en fans te hebben die zich echt aan jou binden als merk. Zo is het Lidl. Ja, had je het mij 10, 15 jaar geleden gevraagd, had ik ook gezegd van, ik weet niet of dit nog ooit gaat gebeuren. Lidl, die toch een prijsvechter was, is in de markt, maar echt ook een challenger altijd is geweest in de markt, die zich heeft opgewerkt in zijn brandbeleving opbouwen tot mainstream, tot iets wat door iedereen geaccepteerd is en dat het niet meer uitmaakt dat je met een Lidl-tas loopt, dat je ook niet op aangekeken wordt, dat je met een goedkoop merk over straat loopt. Hij heeft zich echt een evolutie eigenlijk meegemaakt. In wie Lidl kan zijn. En zij dragen het zelfs nu uit. Ik zag het nu eigenlijk nog niet zo heel lang geleden voor de eerste keer. Naast de kinderselectie kleding natuurlijk. Nu echt met het Lidl brand wat naar buiten gaat. En hier dus op sokken. Stoere gast met tato's en Lidl. Het kan dus gewoon. Het past gewoon. Je kan gewoon ook als Lidl fans hebben. En wat wil je dan bereiken? Wat wil je bereiken met de communicatie? Welke reactie wil je bereiken? Marketing is uiteindelijk altijd, je doet iets omdat. Je doet iets omdat je bij de ander iets wil bereiken. Gedrag, of zienswijze, of attitude, of gewoon kennisniveau wil verhogen. Dat is altijd de basis. En het kan zijn over je product, het kan zijn een sierencampagne over gewoon algemeen gedragsverandering of kennisinformatiedeling. Of gewoon koop volgende week, heel simpel, gedrag, nu kopen, hier klikken, op deze knop, nu, belangrijk. Maar het is een totaal andere type communicatie, een totaal andere type onderdelen ook van je contentstrategie.
Want hoe zit dat? Om het eenvoudig te maken, want het kan best wel complex worden, is er een model ontwikkeld. Dat heb ik niet ontwikkeld, dat heeft Google ontwikkeld. Dankjewel Google. Google weet een en ander van content, want als zoekmachine behoor je dat ook te weten. Hebben ze gezegd van, nou, dat zijn heel veel ingewikkelde modellen. En dat vind ik dan ook het fijne aan dit model, omdat het iedereen vrij snel toepasbaar is. Heel veel ingewikkelde modellen, zeiden ze, laten we het simpel maken. Eigenlijk zijn er maar, als je naar de contentkalender kijkt, waar de contentstrategie in zit, zijn er drie typen plusmin verhaallijnen die belangrijk zijn. Het eerste is de hero verhaallijn. Het gaat over jouw merk, jouw branding. Het gaat over de awareness over jouw bedrijf en productenrange bij de klant. Het zijn de grote verhalen waar je vaak meer middelen op instopt, ook meer kanalen op inzet. Het begint eigenlijk altijd met video plus omnichannel content. Dus ook voor de website, ook voor de billboards, ook voor in-store reclame en point-of-sales reclame. Hele grote campagnes. Er zit veel geld maar vaak mee gemoeid. Dat doe je ook maar een paar keer per jaar. Misschien maar één keer per jaar. Misschien twee keer per jaar. Ik ken zelf weinig bedrijven in het MKB-segment die dat drie keer per jaar doen. Eén of twee keer is vrij gewoon. Daarnaast heb je hub-verhalen. Dat zijn al die jump-platform verhalen die je nodig hebt. Verhalen om met jouw product in contact te komen en het te kunnen kopen. Productinnovaties, een nieuw product, een speciale actie, een aanbieding, iets bijzonders. Dat zijn die hub-verhalen die je eigenlijk gedurende het hele jaar door, nagelang de kalender van je marketingafdeling eruit ziet, gewoon inplant. Dan heb je eigenlijk de eerste twee belangrijke verhalen aan staan. Dan heb je de derde nog, en die wordt ook vaak onderschat, maar zeker niet doen, want dat is je dagelijkse contact met je klanten. Dat zijn die hygiene-verhalen, of zoals het ook vaak genoemd wordt, de helpende verhalen. Hoe moet ik transactie doen met jou als bedrijf? Tot wanneer kan ik iets retourneren? Wat is het telefoonnummer van de klantenservice? Of hoe kan ik met de klantenservice in contact komen? Als ik een product heb en ik wil eentje bijbestellen, hoe eenvoudig is dat dan? En als er een wijziging is of een reclamatie, van hoe word ik daarover geïnformeerd? De maandelijkse, wekelijkse e-mailberichten die je ontvangt zijn vaak geladen ook in het proces van het verkopen en aanschaf en beoordeling van je producten, dus ook je enquêtes achteraf, dat zijn vaak de hygiene verhalen. Super belangrijke verhalen naast de hub verhalen en zeker ook de hero verhalen om aandacht aan te besteden. En die ga je dus vaak procesmatig inrichten. Ik ken heel veel bedrijven die doen dat via Mailchimp of andere platforms, gewoon de basis gewoon inrichten dat het goed is en de klantenservice daarop inrichten, zodat iedereen op het juiste moment de informatie krijgt die belangrijk is. Daar gaat het om. Als je kijkt naar de hero-verhalen, dan zie je dat Nike, voor mij gewoon een held, die doen het 8 van de 10 keer minimaal, doet het gewoon heel erg goed. Ze pakken vaak een sociaal thema. En dat sociale thema, dat gaan ze vertalen naar hun merk. En 9 op de 10 keer past dat ook heel erg goed. Nu hebben ze een campagne gelanceerd met een hele bekende American football speler. Het was net na de Black Lives Matter campagne. En dat was ook onderdeel van een hele grote campagne. En die heet Dream Big. Crazy isn't crazy enough. Dus alles wat je wil bereiken, wat jij van droomt, ga daar gewoon voor. Probeer het te bereiken. Want dat is hardlopen ook. Dat is ook een doel zetten en ervoor gaan. En af en toe ook op de tanden bijten ondertussen als het gewoon helaas niet anders is. En dat hebben ze nu weer laten zien met deze bijzondere campagne. En dat is voor mij echt een hero verhaal. Een campagne die eigenlijk veel breder, veel groter is dan waar het eigenlijk draait om het merk. Namelijk kleding voor sporters verkopen en bij voorkeur schoenen. Want daar verdienen ze het toch wel aardig goed aan. En het even in het perspectief zetten van de maatschappij. Waardoor iedereen geraakt wordt door het merk en aandacht krijgt voor het merk. Echt een typisch voorbeeld van hero campagne. Maar het kan ook zijn een hubcampagne zoals Oatly bijvoorbeeld fantastisch doet. Die zegt gewoon inderdaad, Oatly, die zegt van, nou, in plaats van een Instagram post hebben we nu gewoon een muur beschilderd. Nou, en dat gaan we ook op die manier gewoon zeggen ook. En die staat gewoon, die muur die staat gewoon in Hollywood, in Amerika. En daar wil, dat is echt zo'n gebied inderdaad van waar ook de doelgroep uiteraard zit van Oatly. Met cappuccino's gemaakt van havermelk en dat soort dingen. Want daar willen ze graag zijn. Want dat past ook bij hun.
En ook de manier van wij doen dingen totaal anders past ook bij Oatly. Want wat is Oatly eigenlijk? Dat is gewoon een vervanger of een alternatief, dat we het beter zeggen, een alternatief voor melk. Dus als je je cappuccino vooral iets anders wil dan melk, wat misschien gezonder is of minder vet of andere eigenschappen heeft in ieder geval dan melk, dan moet je bij Oatly zijn. Dus is het ook heel logisch als je een alternatief bent voor en dingen dus anders doet en mensen willen stimuleren om dingen anders te doen, om ook hun reclame anders te doen. Kijk misschien over nadenken voor jouw contentcreatie en jouw concept in de hubverhalen. Je kan je product gewoon verkopen door te zeggen van hier, een föhn, supermooi, echt, geeft heel goed wind en zeker ook op de juiste temperatuur, waardoor je prachtig haar krijgt. Maar misschien heb je een type product gecreëerd waar je zegt van nee, we moeten eigenlijk ook de manier hoe we de communicatie doen anders doen. Want dat past bij ons en dan zijn we veel herkenbaarder voor onze klanten. En nogmaals, een hygiene verhaal. Maar hygiene kun je ook weer oprekken. Hygiene kun je ook weer kijken van hoe kan het passen bij mijn bedrijf. Een van de goede voorbeelden van hygiene verhalen is Coolblue. Coolblue in Nederland, ik had nu een plaatje van Coolblue erin kunnen zetten, van die heeft hygiene helemaal uitgewerkt. Elk klantcontactmoment met Coolblue, ook dus in het koopproces, aankoopproces, retourproces, is over nagedacht en is aandacht aan besteed. Alles voor een glimlach. Misschien ken je die slogan nog. Alles voor een glimlach is in elk onderdeel toegepast. Dus ook inderdaad zo'n pakbon of een retourbon, hoe je dat doet, ja, daar kan echt een toegevoegde waarde in zitten voor de klant. Als jij dat op de juiste manier doet vanuit de kernwaarden van jouw bedrijf. Want uiteindelijk gaat het allemaal wat we doen in de contentstrategie om het contactmoment met de klant. Op het juiste moment, in welke fase de klant ook is. Of een nieuwe klant is of een bestaande klant is. Je wil gewoon dat die of getriggerd wordt van hey, je bestaat als merk. Of inderdaad van hey, ik heb nu toch ik wil een product kopen of een aanschaf doen waar jouw merk een optie is. Die ze gaat overwegen of die daadwerkelijk de koop doet of het gebruikt. Of het later inderdaad misschien een fan wordt. En anderen vertellen van, hey, het was top, de product. Want hoe blijer klanten uiteindelijk zijn met jouw dienst of product, ja, hoe beter en hoe lager je marketingkosten. Maar je moet ze dus wel het juiste verhaal in het juiste moment altijd vertellen, zodat zij ook niet teleurgesteld worden. Dat ze echt begrijpen van, hier gaat het om. Dit doe jij en daarom doe je dat anders. En dit zijn jouw doelen waarom je dit überhaupt doet. Die brandingverhalen, essentieel. Als je nog overweegt van hoe moeten we ons verhaal doen, moet ik het opschrijven of moet ik een foto maken of moet ik een video maken, dat is heel eenvoudig, maak een video, begin daar en overweeg dan die andere dingen. Alles is belangrijk, maar video wordt gewoon op dit moment het meeste geconsumeerd naast Google en de zoekmachineplatforms, of binnen de zoekmachineplatforms is YouTube bijvoorbeeld een van de meest bekeken op dit moment. Dat was een aantal jaar geleden echt toch wel anders. Dus ja, het zal geen nieuws voor je zijn. Maar focus op video en vandaar je content opbouwen. Breng me eigenlijk tot dit. Je kan niet alles tegelijk doen. En dit kennen we waarschijnlijk allemaal van. Oh ja, nog wat belangrijks. Maar nu, ja, zo werkt het natuurlijk helaas ook in het dagelijkse leven. Maar het belangrijkste is van, als je dit ook effectief en snel wil kunnen maken, dan is het wel heel fijn als je dat voortraject goed hebt doorlopen. Want vanuit daaruit kan je veel sneller keuzes maken om de juiste content op de juiste manier en ook zo efficiënt en goedkoop mogelijk te realiseren. En om dat nog makkelijker te maken, hebben wij vanuit Show Marketing Solutions een model ontwikkeld. Waarin we eigenlijk, dat is eigenlijk in elk klantgesprek, beginnen we toch wel hiermee. Kijken naar van in welke fase zit de klant op dit moment. Is hij nog heel erg bezig met het definiëren van zijn eigen kernwaarden? Of is hij aan het zoeken, zoals de blauwe lijn aangeeft, naar zijn innovatiekracht en mogelijkheden, zodat hij meer onderscheidend vermogen kan vinden ten opzichte van de competitie? Of de groene lijn naar beneden, is hij echt bezig met het opbouwen van zijn contentstrategie en verhaallijnen, zodat mensen inderdaad de juiste informatie op de juiste plek krijgen, maar ook aangehaakt blijven en misschien weer fan worden en vanuit de fangedachte inderdaad jouw bedrijf eigenlijk gaan sponsoren of stimuleren of ondersteunen.
Dat is helemaal uitgewerkt, daar begint het vaak. En daardoor kunnen we ook best wel op maat inderdaad met eigenlijk alle bedrijven samenwerken. We creëren dus altijd een maatwerkteam ook voor de bedrijven waar we überhaupt mee samenwerken. Want niet iedereen heeft alles nodig. Maar datgene wat je nodig hebt, stel je hebt het niet zelf in-house, hè, omdat je een kleine marketingafdeling hebt of niet welke creatives je nodig hebt om iets voor elkaar te krijgen. Ja, dan gaan we echt het team voor jou samenstellen. En ja, de klus voor je klaren. Samen met jou, samen met je marketingteam. Want daar staat het voor. En uiteindelijk willen we altijd waarde brengen voor je klant. Zoals ook met deze, met dit webinar. Dan is het einde van het webinar. Ik hoop dat je inspiratie hebt gevonden en wat ideeën hebt gekregen. En misschien een beetje insights hebt gekregen van hoe je om kan gaan met je contentstrategie. Wat in ieder geval de basis zou kunnen zijn voor de contentstrategie voor jou. Heb je comments hierop, geef het door via WhatsApp of via een andere manier. Kan je zeker met mij ook in contact treden. En ik hoop in ieder geval dat je van hebt genoten. Ik kijk nog heel even naar de vragen. Even kijken. En ik zie in ieder geval één vraag die binnen is gekomen. En dat gaat over van, waarmee moet ik beginnen? Kijk, ja, waarmee moet ik beginnen? Het is heel veel. ja, het was misschien ook een beetje veel wat ik allemaal ging vertellen nu. Maar waar je moet beginnen in ieder geval. Nou, dat ligt een beetje aan jouw team. Ik zou zeggen van, ga in ieder geval eerst kijken met je marketingteam van wat is de status nu, wat wil je bereiken en waar ga je eigenlijk voor? Kijk even op de korte termijn, dan krijg je een gevoel van hoe het nu op dit moment gaat. En daarna ga met je team zelf of met je managementteam of met mij kijken van wat is eigenlijk je 5 of 10 jaar doelstelling, echt ver weg. Waar wil je echt naartoe groeien als bedrijf? Wil je straks naar een enorme expansie toe gaan? X aantal vestigingen? Of wil je juist de kleine klantgroepen bereiken? Of wil je een internationale speler worden? En of wil je innovatie op orde krijgen, zodat je inderdaad de juiste producten krijgt? Nou, dan zijn dat echt key elementen om van daaruit te gaan werken. En daarna kijken we inderdaad via de marketing twister, via dat model, naar hoe we invulling gaan geven aan de verschillende onderdelen en wat je daarvoor nodig hebt. Zodat je zeker nooit met verrassingen staat. En dus begin met het begin. Doe het zelf of bel ons of maakt niet uit eigenlijk, maar ga ermee aan de slag. En ga eerst maar kijken van wie ben ik en waar ga ik naartoe en voor wie. Nou, langer kan ik deze sessie niet maken. Ik hoop dat je nogmaals dat je hebt genoten en tot een volgende webinar.